Een autorit van Amsterdam naar Friesland had ervoor zorgen dat er nou werken wordt om een film. Een film, mooi een boodschip. Fabouch, Social Cinema, werkt onder de film Ada. Ik praat erover met de makker Fabian Jansen. En die hadden we onder de telefoon. Goedemorgen, Fabian. Goedemorgen. Mooi dat je aan de telefoon bent. En Tamara Schoppen, die is hier in de studio. Die hoort je in inleiding, want die keer maar je wel. Goedemorgen. Tabare, mooi dat je bent. Fabian, Ada is een film over sociaal sekswerkers. Hoe is dat idee ontstaan? In september zat ik in de auto van Amsterdam naar Friesland. En toen hoorde ik een radio-interview met een politica van de ChristenUnie. En die wilde een wetsvoorstel gaan indienen om het betalen van seks strafbaar te stellen. En vervolgens kwam Rick Brink, de toenmalige minister van Gehandicaptenzaken vanuit de KRO-NCRV, ook in dat interview naar boven. En die zei, ja, dat kan wel wezen, maar als u dat doet, vergeet u dat er 1,2 miljoen Nederlanders zijn met een fysieke of verstandelijke beperking die ook recht hebben op hun eigen seksuele leven. En deze mensen moeten dat in sommige gevallen inkopen door een sociaal sekswerker of een seksverzorgende daarvoor in te huren. En als dat dus voor hen ook strafbaar wordt gesteld, ja, dan ontneem je dus deze mensen eigenlijk de kans en het recht op hun eigen seksuele leven. Ja. En ik had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. En toen dacht ik, ja, maar dit wil ik eens onderzoeken. En toen zijn we dat gaan doen. En toen kwamen we mooie verhalen tegen. En zagen we de urgentie van dit thema. En toen dachten we, hier moeten we een film over maken. Nou, het is me nogal wat. Ik bedoel, het is ook niet niks. Nee, nee. Maar het is belangrijk dat er aandacht voor komt, denk ik. Ja. Iedereen. Het is zelfs een recht van de mens volgens de VN dat iedereen een eigen seksuele leven mag hebben. En ja, als we dat op deze manier voor deze mensen ontnemen. Ja, ik dacht, we moeten dit een gezicht geven, dit belangrijke thema. Ja, ja, bijzonder. Nu maken jullie hier een film over. En dan kom ik bij Tamara. Door spelen ik in de film. Tamara, wat is die een rol? Ik heet Corrie, ik ben de mem van Krijn. En Krijn is een hele zwier autistische jongen. Met hele grote drang, zal ik maar zeggen. Ja. En ik organiseer eigenlijk, nou, ten einde rie organiseer ik dat hij weer bezocht wordt door een sociaal sekswerker, seksverzorgende. Ja. Want er is geen haren meer om. Nee, 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 nee. Dan ben je zo'n januari ik bij Fabouch. Ja. En bij Fabian eigenlijk, toch? Fabian Boeg? Of is het net moeten krijgen? Het is gewoon de naam. We heten Fabouch Social Cinema. Ja, precies. Ja, en hier is dit onderwerp, spreekt hij dat direct om? Of is er wel eens van jet? Nee, ik hier daar eigenlijk ik net zo bij stilstaan. Als dat yes, het is, ja, logisch. Maar het is net iets waar ik duizelig met de kraaien heb. Dus nee, ik hier net zo een nijtocht. Maar het is wel fascinerend natuurlijk. Ja. Oh ja, net iedereen het zien seksuele bevrediging vanzelfsprekend. Nee, nee, zeker net. En daar komt dan ik nog bij, dit is de coronatiet. Ik bedoel, hoeveel mensen jij je nou net van, goh, ik mis een eremomie hinnen. Ja. Ik mis dat lichamelijke contact of alleen nog al een hoornjan. Maar dat is het, hè? Huidhonger. Precies, hè? Die seksuele bevrediging, dat is één kant. Maar daar zit natuurlijk een hele wereld achter. Dat betekent namelijk dat je happy bent. Dat je op die gemak bent. En mensen weer dingen snel ontregeld binnen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als die net op hun gemak binnen, dan komt er hele oren ellende achter wij. Ja, ja, zeker. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van zorg. Zorg, ja. Van hulpverlening. Ja, een soort van, ja. En Fabian, met hoeveel spelers zijn jullie? En wat is jouw eigen rol hierin? We zijn met 10 acteurs in totaal. En ik heb het geschreven en geregisseerd. En ik speel ook een rol in de film. De rol van Frank. Frank is een kunstfotograaf die tijdens een fotoshoot op een stellage de as is gevallen. En zijn nek heeft gebroken, verlamd is geraakt. Mm. Dus hij heeft geen verstandelijke beperking, maar is alleen fysiek beperkt. En na een tijd was ook voor hem de intimiteit zoek. En heeft daar een oplossing in gevonden bij Ada. Ja. En dat is...
ADA is de sekswerker, hè? Dat is die, ja. Ja. Ja, wij noemen het zelf geen sekswerker. Nee, sorry, maar je zegt het anders. Sociaal. Sociaal sekswerker of seksverzorgende, ja. Seksverzorgende vind ik een mooier woord eigenlijk, inderdaad. Ja. Dat is ook zo. Jullie hebben natuurlijk ook navraag gedaan en dergelijke. Waar kom je dan uit? Hoe speelt dit in de wereld? Want ja, daar weten wij niet veel af. Maar wordt het vergoed door de zorginstellingen, belangenorganisaties? Het wordt niet vergoed. Mensen moeten dit inkopen vanuit een uitkering of een PGB. Maar ja, dat houdt in dat ze die PGB dus niet nog voor de andere fysieke zorg of mentale zorg kunnen gebruiken. Nee. Dus ze moeten echt, veel mensen moeten hier echt voor sparen. Sommigen worden gesteund vanuit hun familie, ja. Dat ze hier geld voor krijgen. Er waren een aantal gemeentes jaren geleden die het vanuit het potje WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, betaalden. Maar ja. Op dit moment zijn er eigenlijk geen gemeentes meer die daar die diensten zeg maar op die manier aanbieden of vergoeden. En vanuit zorgverzekeraars wordt dit ook niet vergoed, omdat het niet als zorg wordt gezien. En dat is waar wij toch wel graag een lans voor willen breken. Dat dit zorg is. En het valt, het is ook voor een deel educatie. Omdat sommige mensen nog nooit seks hebben gehad of daarover na hebben gedacht hoe dat dan moet. Of gewoon het stel hersens hebben om dat zelf uit te kunnen vinden. Ja. En het is voor een deel ook preventie. Het voorkomt ook dat mensen, cliënten in een instelling bijvoorbeeld zelf met elkaar aan de slag gaan op een onveilige manier. Ja. Dus daarin is het ook belangrijk. Het is gewoon op heel veel fronten, dus voor de persoon belangrijk, maar ook voor de omgeving. En daarom denken we echt dat dit onder zorg valt. Ja. En daarom gaan we hier ook in mei, als de film uitkomt, eind mei, gaan we hier ook een grote impactcampagne over beginnen. En 5 dagen lang wordt de film online vertoond. Mensen kunnen daar een kaartje voor kopen. En vervolgens is na de film een live talkshow te zien. 5 dagen een nieuwe talkshow over dit onderwerp, waarin we experts aan het woord laten. Politici, zorgverzekeraars, beleidsmedewerkers, maar ook cliënten en seksverzorgenden. Ja. Tamara, is er een taboe op? Of is het... Het valt mij mee. Ja. We hebben het er net zo bood oer. Nee. Maar elke keer als meesken jerren dat we hiermee dwaanden binnen, dan krijg ik eigenlijk geliek positieve reacties van, ja natuurlijk. Ja, dat hie ik. Ja, zo van, het zit, logisch. Ja, het, ik heb het idee. Ja, we zijn net zo heel iepen misschien oer dit soort onderwerpen, maar... Nou, we willen hier dit preutsen, hè? Zal ik het haast? You're the die, ik bedoel. Ja, zal ik het wel haast? Maar ik moet zeggen dat mensen eigenlijk altijd vrij positief reageren als ik vertel dat we hier met de waan er binnen. En ze zeggen van, oh ja, wat goed dat dit naar voren gebracht werd. Ja. Dus ik heb goede hoop dat we ik ding echt in beweging zetten kennen. Ja. Ja. Toch middel van de film natuurlijk, maar ik maar die... Maar die impactcampagne, impactcampagne. En daar werken we samen, ik mijn meesken. Er is nog een stichting die puur op dit onderwerp dwaande is. Stichting Theresia's, die werkt met hier. Ik zie het, dus Ja, we hebben wel wat slagkracht. Ja, zeker. Ik vind het echt een heel, heel bijzonder onderwerp. Ja, we hebben te min tiert om er nog dieper op in te gaan. Maar, kom ik nog een keer. Ja, kom toch wat nog. Ik in mooi nog een keer erop praten. Ja, heel graag. Ja, Fabian. En kom dan gezellig mee, zou ik zeggen. Als het allemaal weer mag van de coronabeleid en dergelijke. Maar het is een zeer interessant onderwerp. Succes met de opname, in ieder geval. En, de opnames zijn geweest. We zijn nu bezig met de montage. De componist is prachtige muziek aan het schrijven. En... dus ja, de film is denk ik over 2-3 weken klaar. Heerlijk. Dus vanaf 25 mei tot 29 mei in ieder geval online te zien via vanboek.nl en ook via de correspondent.nl. Die zijn ook partner in de impactcampagne. Oké. We gaan er meer van horen. Daar ben ik zeker van. Dankjewel Fabian en dankjewel Tamara, de Sireen Wierst. En succes met dit alles. Ja, bedankt. Oké.